Voor het programma Sonja op maandag, nu over naar het Theater de Brakke Grond in Amsterdam. Wat is het wekelijks hoogtepunt, daar waar je echt niet boven kunt, op maandagavond laat? Waar word je zo beschaafd verwend, dat je er haast verslaafd aan bent, Sonja? Goedenavond. Vorige keer, een week geleden, op maandagavond, werd er hier aan het eind van de avond met verf gespoten. Dat kwam omdat we het over pornografie hadden. En tot besluit van de discussie kwam de verffles op de tafel en op iedereens kleren. Waarom zo'n actie, kan je afvragen? Dat kan je ook afvragen bij een actie van Onkruid, waarbij het Witte Huisje Maduro dan werd beschadigd. Daar gaat het dus vanavond over. Ook praat ik met Ans Wortel, die u misschien kent omdat ze schilderijen maakt die u wel eens ooit gezien hebt. En natuurlijk ook muziek in het programma. Dat hoort u en ziet u straks beginnen met de week. En dat is een keuze van ons uit het nieuws van afgelopen week. We beginnen met de dinsdag. Als je in een restaurant gaat eten of je koopt vlees bij de slager of brood en banket bij de banketbakker, dan wordt dat allemaal gekeurd door de keuringsdienst voor waren. Nou hebben die keurmeesters in Rotterdam bijvoorbeeld het wel eens moeilijk als ze bezig zijn met hun werk. Meneer Van Buren, wat zijn de moeilijkheden onderweg? De moeilijkheden vooral het afgelopen jaar ze hebben zich wat meer toegespitst op het verzet wat zich meer en meer gaat voordoen in de handel. We hebben één duidelijk geval gehad en dat is ook echt wat meer naar voren getreden. Dat twee keurmeesters gedurende een half uur vastgehouden zijn in een restaurant. En zwaar bedreigd met een hakbijl. Waarom? Ik ben daar zelf ook even bij geweest. Nou, er was dus een melding van een voedselvergiftiging, een vermeende voedselvergiftiging, stellen wij dan. En daar zijn de beide keurmeesters op afgegaan. En zij troffen daar nogal wat aan in die keuken en zij gingen normaal te werk. Zij wilden dus spullen in beslag nemen. En ze hadden het ongeluk dat de keuken iets lager lag dan het restaurant. En ze kwamen uit de keuken terug met die waren en toen stond de beste man bovenaan de trap met een hakbijl en hij heeft werkelijk de muren en deuren aan beide zijden van dat gangetje behoorlijk beschadigd. En nadat ze de spullen weer achter wilden laten, ja, zijn ze dus weer vrijgekomen. Ja, nou, we zijn toch niet aan het eten. Wat treft u zoal aan daar? Nou, daar wil nou, ik niet zo direct weer. Maar ja, nou, vaak gekke dingen. Dat is ook duidelijk in de krant wel naar voren gekomen. Wat we wel het afgelopen jaar wat verontrustend hebben gevonden is dat we meer en meer gaan constateren dat men echt slordig is met het eten van anderen. Ja, is dat zachtjes uitgedrukt voor muizen in de melk en zo? Nou, de muizen in de melk heb ik nou op zich nog niet zo'n probleem mee, want daar is nog niet. Nee. Daar is die muis wat slordig in, maar de mensen op zich nog niet direct. We hebben één geval gehad van een keuken waar de keurmeester toevallig op inspectie kwam. En waar op dat moment de kakkerlakken werden bestreden en het keukenwerk ging gewoon door, alles stond open en bloot en men was ook gewoon van plan in wezen om daarna weer door te gaan. Het verweer van de beste man was van ja, moet je luisteren, ik heb een erkende bestrijder en die heeft de voorschrift in acht te nemen en ik niet. Nou is het niet zo dat wij dus dagelijks geconfronteerd worden met loeiende sirenes van politie die keurmeesters gaan bevrijden, dus we moeten het ook niet te veel overtrekken. Maar we merken toch wel door de situatie van dit moment en dan hoofdzakelijk de economische situatie en toch ook wel de wetgeving die meer consumenten gericht gaat worden, dat men wat meer zich gaat verzetten tegen ons optreden. Ja, ja. Dank u wel, meneer Van Buren. Dat moeten ze niet doen, want ik ben vies van kakkerlakken. Oh, vreselijk. Wij komen aan de woensdag. Er is onderzocht wat er gebeurd is met de vier journalisten die gestorven zijn in El Salvador. U weet dat. Dat is onderzocht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zijn erheen gegaan om uit te zoeken hoe die jongens doodgegaan zijn. Daar is meneer Bertens geweest. Meneer Bertens kwam terug met een onderzoek, is gepubliceerd. Niemand was het vrede mee. U wel of niet, meneer Bertens? Het ligt eraan wat u tevreden noemt. De minister van de Stoel heeft onmiddellijk na dat hij dit vreselijke voorval had gehoord, heeft hij de ambassadeur erop afgestuurd om een officieel onderzoek in te stellen. Daarna
heeft hij mij daar naartoe gestuurd om een informeel onderzoek in te stellen, omdat de ambassadeur natuurlijk niet kan spreken, contact kan hebben met de verzetstrijders. En beide hebben een rapport gemaakt, onder onderzoekingen gedaan. En we hebben daar geen omlijnd bewijs gekregen voor het feit dat wat men gedacht had, of wat men nog steeds denkt, dat de vier journalisten inderdaad in een opgelegde aanval van het leger om het leven zijn gebracht. Ja. U bent ontevreden dan met wat u hebt kunnen doen daar? Ik ben in zoverre ontevreden dat ik erg veel mensen gesproken heb, maar zoals dat meestal is in dit soort aangelegenheden, dat de ooggetuigen, dus zowel aan de ene kant de sergeant en zijn soldaten, en aan de andere kant de twee overlevende guerrilla-strijders, die heb ik niet kunnen spreken. De sergeant en zijn soldaten, dat was niet mijn aangelegenheid, omdat dat overheid is, maar de twee niet overleden, niet gedode guerrilla-strijders, die heb ik vanaf het eerste moment proberen te vinden. Men heeft me dat beloofd, ik ben er dagenlang gebleven. Maar die mensen zijn nog steeds niet opgespoord. U denkt ook dat die journalisten vermoord zijn? Ik kan het niet zeggen op die manier. We hebben in het rapport neergelegd dat de journalisten zijn gedood door vuur van de soldaten. Dat heeft de leger toegegeven. Maar zij blijven volhouden. We hebben dat gedaan omdat wij daar een guerrilla-patrouille zagen binnenkomen. En dat is geen enkele wijze van opzet. We hebben enkele aanwijzingen dat het leger, vele aanwijzingen dat het leger niet hun versie die ze gegeven hebben voortdurend gestand doen. Ze hebben voortdurend gewisseld van tijd waarop het plaatsgevonden heeft en van de omgeving en van we hebben toen dit gedaan en dan dat gedaan. De president zelf heeft het leger tegengesproken in allerlei persconferenties. Maar er is nog steeds geen wettig bewijs voor het feit dat zij de Vietnamese journalist hebben vermoord. Dank u wel, meneer Bertens. We gaan door naar de donderdag. Donderdagavond verscheen in Nijmegen de krant De Gelderlander voor het laatst, dat wil zeggen als avondblad, want een paar uur later was hij er weer, vrijdagochtend als ochtendblad. Hoofdredacteur zit hier, Frans Hulskorte. Nou, je hoeft niet erg briljant van geest te zijn om de vraag te verzinnen waarom. Nee, mevrouw Barend, ik denk dat je daar inderdaad niet zo briljant van geest voor hoeft te zijn. Alleen, ik had eigenlijk hier moeten zitten vorig jaar de eerste week van oktober, want toen is de hele operatie begonnen met de overgang van avond naar ochtend, zo heette de operatie van avond naar ochtend, met de nieuwe krant in Arnhem. Daarna zijn gevolgd de 10 Gelderlander buitenedities. En afgelopen vrijdag kwam in Nijmegen dan de Gelderlander voor de eerste keer als ochtendblad bij de lezers. Waarom doe je zoiets? Ja. Ik denk omdat de lezers daarom vragen. Dat is geen vingerspitsengevoel, dat onderzoek je. Bovendien komen uit de markt zeer spontane vragen. Blijkt bovendien dat de behoefte bij de lezer aan ochtendbladen voortdurend stijgt. Dat zie je ook in het buitenland. Je ziet het in Amerika, je ziet het hier ook in Europa. De oplages van ochtendbladen blijven stijgen, terwijl die van de avondbladen onder druk staan. Hoe komt dat? Ik denk op de eerste plaats omdat mensen steeds meer een ander leef- en leespatroon krijgen. Steeds meer mensen zijn thuis, mensen worden ouder, bejaarden, zieke mensen, helaas een enorm grote groep van werkelozen. We hebben toch ook nog steeds veel huisvrouwen, deeltijdarbeid is. Met een ochtendkrant kan je een dag doen. Hè? En je kunt er de hele dag mee doen, je kunt hem samen verdelen, je kunt er later nog eens naar teruggrijpen. Kortom, ik dacht dat de voor Nederland zeer unieke operatie, het is de eerste keer na de oorlog dat een avondblad ochtendblad wordt, dat die verstandig is geweest. Bovendien is het zo dat de satelliettelevisie, kabeltelevisie stormt op ons af. Betekent dat straks mensen waarschijnlijk vroeger in de middag naar televisie gaan kijken, minder tijd voor de krant hebben. En vandaar dat we zeggen, een goede actuele ochtendkrant is het antwoord op datgene wat jullie aan het doen zijn. Ja, ja. Zij wil dat zeggen, even tot slot een vluggertje, zou ik maar zeggen. Wil dat zeggen dat wij de begrafenis kunnen gaan regelen voor het Parool en het NRC Handelsblad? Het is voor het Parool en het NRC Handelsblad niet hoop. Ik denk ook niet dat dat erin zit.